De nieuwe film in de Skywalker saga, Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmers. Ik ben Henk. Ik ben Pep. En ik ben Sander. En we gaan vandaag Star Wars Episode 8, The Last Jedi, bespreken. Stelis! Geen spoilers. De film is geregisseerd door Rian Johnson, die we kennen van Brick. Uit 2005. En Looper voornamelijk. En drie afleveringen van Breaking Bad. Ja. Ozymandias. En hij is met Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis en Kelly, Mary, Tran. Dat is Rose. En hij gaat over in het kort, Pim. Na The Force Awakens. Rey is bij Mark Hamill, Luke Skywalker. En de rebellen proberen natuurlijk de ever-encroaching First Order te stoppen. Ja. Even heel kort, want... Heel kort. Ja, ik denk dat je veel meer kan je niet vertellen zonder iets van... Goed tegen is slecht met lichtzwaarden. Ja. And I need help. Non-spoiler review, Sander, in het kort. Ja, vind ik wat heel vond jij er dan super fijn? Ja, ik weet het. Het is een hele controversiële film nu al. Oh. Mensen zijn super... Divided. Ik weet niet. Zaten echt een paar van mijn favoriete Star Wars momenten zaten erin. Maar ook echt een paar van de kutste Star Wars momenten ooit zitten in deze film. Naar mijn mening. Ik kan er niet heel veel over zeggen zonder te spoilen. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Ik ben redelijk verrast over de wending die het heeft genomen. En dat vind ik op zich... Voor mij is dan een positief iets. Maar ik... ik heb natuurlijk op het internet dus zo best wel veel gelezen. En heel veel mensen zijn ook echt fucking boos. Omdat ze het echt maar te ver van de verwachtingen aflichten. Ja, ik heb ook echt zoiets van... Weet je, maakt niet uit wat ze hadden gedaan. Ze hadden volgens mij niet iedereen kunnen pleasen. Ja, met zo'n grote fanbase moet je gewoon kijken. Want ik vind het heel erg typerend dat bij de vorige zei... Was iedereen aan het zeggen van... Ja, het lijkt te veel op de... Op vier en zo. En nu... Hebben ze juist iets heel anders gedaan. En nu is het... Ja, het is allemaal zo'n wasted potential. En het lijkt niet terug op 5. Ja, precies. Waarom zijn ze niet Rogue One nog een keer? In de trilogie, daar wisten we wel dit en dat van. En waarom is dat hier? Weet je wel, dus... Ja. Yeah. This is not going to go the way you think. Maar ik snap heel goed de punten van kritiek die ik veel zie. Begrijp ik heel goed. En daar ben ik het voor het grote deel ook al wel mee eens. Het is zeker geen perfecte film. Maar dan ik in geen enkele Star Wars film is perfect. Nee. Vind ik. Ik weet het. Lastig het natuurlijk om te Episode 1 is toch wel... Empire Strikes Back is voor mij de beste. Maar zelfs daar zijn best wel veel dingen wat je denkt van... Star Wars zit gewoon van plotgaten en zo. Star Wars is gewoon campy shit. Ja, dat sowieso. Maar dat is super cheesy. Ik vond deze film echt... Ik vond het echt jammer dat het gewoon geen... Het ging gewoon richting... Een soort van, dit wordt misschien wel vet. En dan zo, we doen toch gewoon het voorspelbare. Yeah. Oh, dit is echt cool. We doen toch gewoon even de... En dat is gewoon die Disney shit. Zo van, jongen, neem nou niet veel risico. Ja, we moeten een blockbuster maken. Hij moet crowd pleasing zijn. Een soort van. En iedereen moet het nog wel een beetje snappen. En het moet niet te politiek zijn. Nou, wat ik vooral heel op dat punt van het generieker maken. Wat ik daar vooral heel erg vond, was het... echt het typische Marvel trucje dat er mag geen enkel moment mag gewicht hebben, want het moet gelijk onderbroken worden met een snarky, kut humor stukje, wat 9 van de 10 keer voor mij echt de plank misloeg. Ik vond The Force Awakens oprecht zat volgens mij minder humor in en vond ik ook oprecht grappiger. Ik weet ook dat ik toen in de zaal zat dat de zaal ook meerdere malen hardop zat te lachen en dat was bij The Last Jedi echt niet gewoon. Ja, misschien het ligt één een beetje keer, aan maar... hoe je die humor aanvliegt van De situatie kan heel erg grappig zijn omdat het een hele rare situatie is. Of je kan gewoon een best wel zware situatie maken waar je dan iemand soort van Thor Ragnarok-achtig zo escort is kapot. Maar allemaal lachen natuurlijk. Hè? Ja. En dan negeer je gewoon de hele culturele geschiedenis van een verloren stad. Ja, dat was hier dus heel erg inderdaad. Ja, precies. Ja. Het was meer zo van... Als er iets gebeurde, dan moest er gelijk achteraan iets komen om het luchtig te houden. Zo, en dat vond ik heel erg zonde. Dan hoor je de hele tijd, het moet niet al te serieus worden, hè, jongens. Ja, precies. Ja, dus het was voor mij, het voelde heel vlak. Het zat geen diepte in.
En momenten waar er misschien diepte waren, zaten mensen van... Nee, we doen toch, gaat toch de andere kant op. Ja. En dat vond ik heel jammer. Let the past die. Hoe ben ik? Mag ik ook? Nee, ga door. Ja, ik heb zoveel dingen die ik daarover wil kwijt. Spoiler review, maar spoiler review doen we dat wel. Wat ik voornamelijk... Oh, kut. Ja, nou ja, wat ik heel jammer vond, was dat het te simpel was wat er gebeurde. Dus waar ik vroeger nog het idee... Episode 1 bijvoorbeeld. Nee. Episode 1 kan je een paar keer kijken en dan denk je pas... Oh fuck, ik snap... Of in ieder geval, ik keek hem toen ik redelijk jong was. Ja. En dan als je hem nog een keer kijkt, denk je... Oh, ik snap nu pas die hele politieke situatie die zeg maar er bovenop ligt. Waardoor het echt als een wereld aanvoelt. Echt alsof er echt werelden mee worden... Zeg maar de hele universe. Van uitvergrote UN eigenlijk. Ja, precies. Nou, ja. Zo van, oh, we moeten daar en ambassadeurs en... Valt ook nog wel wat over te zeggen. Nou, ik weet niet, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik heb ook, weet je, als Star Wars fan, als je dat als kritiek moet geven, dat vind ik ook hypocriet, want dat is in de original trilogie is dat ook niet zo. Dat is ook heel oppervlakkig. Ja, maar zijn ze ook de hele tijd met de order bezig en... En hoe bedoel je hier? Nee, met de original, toch? Dus is ook wel... De Empire bedoel je dan? Oh, ja, goed. Ja. Oh, ja, dat is... Potato, potato. Ja, dat is ook een punt hoor, want ik snap niet. Ze hebben dus echt de keuze gemaakt toen ze met de Force Awakens verder gingen van... Oké, we willen weer diezelfde dynamiek uit de originele trilogie van de Rebels versus zeg maar, een fucking terroristen tegen de good guys. En dat was gewoon... Ja, ik snap eigenlijk niet... Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik eigenlijk niet snap waarom dat hoeft. Had helemaal niet gehoeven, nee, weet je. Precies. Ze hadden ook een andere politieke situatie kunnen nemen en daar het verhaal verder kunnen laten gaan. Want als je kijkt naar de prequels, is het inderdaad ook iets heel anders. Ja. Dat is ook niet Rebels versus Empire. Ja, nee. Het is ook een beetje dat goed en slecht kwam ook een beetje toen... Daardoor voelde het anders toen Star Wars, toen dat gemaakt werd, was het nogal redelijk... Moest je het archetypisch houden, want het was een heel nieuw ding, Star Wars. En dikke sci-fi, zeg maar. Ja, precies. En nu kan je wat gecompliceerder doen. Want we zijn allemaal wel gewend aan wat moreel flexibele anti-helden als hoofdpersonages. Ja. En dat kon je makkelijk gewoon hier injecteren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, goed. Dat begrijp ik op zich nog. Want ik bedoel, het is Disney. Dus ik snap wel dat ze niet, zeg maar, het anti-held pad bewandelen. Maar... Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Het had wel... Het mag voor mij ook wel wat duisterder. Het had wel wat edgier mogen zijn. Ja. Ja, ik vond het te plat. Ik vond het plot te plat. Nou, daar gaan we zo wel over praten. Maar wat dat er gebeurde was echt veel te lineair en te rechtlijnig. Ja. En niet diep genoeg. En ik vond het acteren vond ik eigenlijk gewoon niet zo heel erg goed. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook qua regie dat ik het eigenlijk ook niet heel erg goed vond. Nou, ik vond het wel, het is wel een van de mooiste Star Wars. Nou, dus, dat kan wel. Ja, maar dat is omgevingen en set pieces en dat soort dingen. Dat wel. Ja. Maar... Nee, Sander. Mag straks weer een spoiler. Laat ons ook even. Ja, en precies. Ik vond het personage van... Benicio del Toro. Ja, dat vond ik echt het beste personage wat in de hele film zat. Ja. Daar heb ik echt van genoten. Maar die zat echt super kort in. Nou. Ja, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Dit was onze korte review van Star Wars The Last Jedi. Sander wil nog heel veel zeggen en dat gaat hij allemaal doen. Ja, ik word echt 2 uur lang. In de spoiler review. Ja. Dus als je dat allemaal wil horen, dan kan je naar de spoiler review straks. Dan moet je wel de film gezien hebben. Dankjewel voor het kijken, luister. Bedankt voor het kijken van deze review van Star Wars. Als je wel vette reviews wil zien over vette films, kan je hier op klikken. En we hebben hier de social media, links, dingen, hier zo. En hier kan je je abonneren. En we hebben ook nog een podcast op iTunes. En die kan je ook gewoon vinden via een RSS feed ding. App ding voor podcast dingen.